Mieren en luizen werken met elkaar samen. Aniek Ivers doet er onderzoek naar in een van de grootste mierenlabs van Europa, in Kopenhagen. En ik heb haar nu aan de telefoon. Hoi Aniek. Hallo. Hoi. En jij doet onderzoek naar samenwerkende soorten. Mm-hmm. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Nou, je hebt in de natuur allerlei voorbeelden van verschillende soorten die met elkaar samenwerken. Dus dat gaat over verschillende individuen van verschillende soorten die samenwerken en die daar voordeel bij hebben. Bijvoorbeeld planten en bijen die ze bevruchten of wij en onze koeien of onze gewassen. Ja, dus wij werken samen en door die samenwerking hebben wij daar alle twee voordeel van, die twee partijen? Ja. Ja, bijvoorbeeld het voorbeeld van de koeien. De koeien die krijgen bescherming van ons. Dus wij zorgen dat ze mooie stallen hebben, mooie weiden. En dat ze niet worden aangevallen door in het verleden wolven bijvoorbeeld. En wij krijgen daar melk en vlees van. Ja, okay. En zo is het eigenlijk met alle voorbeelden van samenwerkingen in de natuur. Ja, en je doet nu onderzoek specifiek naar mieren en luizen. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat gaat over een Nederlandse mierensoort die luizen in hun nest houden. Dus ze maken kleine kamertjes voor die luizen in hun nest. Ja. De mieren die melken die luizen voor honingdauw. Dat is een suikerstofje dat de luizen afscheiden. Honingdauw. Honingdauw, ja, dat klopt. En in ruil daarvoor krijgen de luizen dus mooie woonruimte en bescherming tegen allerlei andere dieren die ze zouden kunnen opeten. Okay, dus ze hebben inderdaad elkaar nodig. Ja. En hoe voer je dat onderzoek nou uit? Er zijn natuurlijk allerlei theorieën binnen evolutiebiologie over samenwerking. En met die theorieën kun je voorspellingen maken. Bijvoorbeeld hoe divers zo'n systeem is genetisch. En wij gaan dan naar het veld en dan verzamelen we mieren en luizen. En dan doen we kleine gedragsexperimentjes of genetische onderzoeken om te kijken of die voorspellingen inderdaad kloppen. Ja, dat doe je in het veld of neem je onderzoeksvoorwerpen zoals de mieren en de luizen mee naar een lab? Ja, meestal nemen we ze mee naar het lab. Dus of we doen gedragsexperimenten in het lab, dus we houden hier mierenkolonies. Ja. Of we verzamelen luizen en mieren in alcohol en dan kun je dat DNA uithalen en kijken bijvoorbeeld hoe genetisch divers ze zijn. Ja, en dus daar trek je conclusies uit. Het meeste gebeurt in het lab. Ja. Oké. Nou, dankjewel Aniek en succes. Ja, graag gedaan. Dag.